Of je hebt een extra parlementair kabinet en dan laat je het aan het kabinet over om dat uit te werken. Ja. En dan moet je dus geen gekwantificeerde eisen stellen, maar je moet wel uitleggen wat je wil en waarom. Je moet dus de richtinggevende uitspraken doen die er niet om hoeven te liegen. Want een opdracht aan een kabinet, we moeten echt doen aan minder migratie, is ook alleen maar uit te voeren als je concrete maatregelen neemt. Ja. En dat geldt voor de financiën. Ook kijk, als je het financieringstekort of de Brusselse norm, als je die gedetailleerd wil vastleggen, dan heeft dat kabinet ook niet allerlei varianten meer achter de hand. Terwijl als je zegt, we willen uiteindelijk blijven voldoen aan de Brusselse norm van 3%, ja. Dan, ja, dan moet zo'n kabinet, wordt wel behoorlijk vastgezet, ja. maar die heeft nog wel enige manoeuvreruimte. En bij de VVD geldt, en dat geldt ook voor omzicht, als je dus de wensen vanuit de Kamer meteen wil blokkeren, over de zorg, over andere investeringen... ja, dan ga je zelf naar een gedetailleerd regeerakkoord toe... en dat is dan weer geen extra parlementair kabinet. Maar ja, als ik u zo hoor, dan komt het uiteindelijk niet op een soort tienpuntenplan... waar, waar een nieuw kabinet dan maar mee aan de slag moet. Ja. Ik, kijk, ik heb al veel langer, hoor, een, een voorkeur voor een... Een regeerakkoord wat geen gedetailleerde afspraken maakt... wat een aantal richtingen aangeeft. Of dat er tien zijn, weet ik niet, maar een zeer beperkt aantal. En natuurlijk moet je iets zeggen over hoeveel financiële ruimte... denk je dat je hebt de komende jaren. Natuurlijk moet je iets zeggen van laten we de mensen in de Oekraïne... in de steek of blijven we uh, solidair. Een paar van dat soort uitspraken moet je echt wel doen. Ja, maar dan kun je, maar, op, dan kun je op twee A4'tjes kwijt, zeg maar. Zo is dat. Dus, dus een algemeen uitgangspunt voor een extra parlementair kabinet van pakweg twee A4'tjes. Maar dan is de volgende vraag: moeten dan verschillende partijen ook bewindspersonen vanuit die partijen leveren aan zo'n extra parlementair kabinet? Ja, hoe gek het ook klinkt, ook daar zijn nog wel varianten in. He, je kunt zeggen: de fractievoorzitters doen gewoon een voorstel. En in een zekere rato, x ministers voor de een, y ministers voor de ander. Dat kan. Dat is de meest gebruikelijke gang van zaken. Mm -hmm. Maar je kunt ook zeggen: het moeten mensen zijn die het vertrouwen hebben. van die vier partijen. Uh, en dan kun je ook nog mensen zoeken die geen politieke achtergrond hebben. maar wel heel veel gezag in hun, in hun sector. Dus met andere woorden. Dit gaat echt om de vraag: kies je voor zo'n extra parlementaire variant? Hm. Wil je een traditioneel kabinet waar de fracties aan gebonden zijn en dus de Kamer heel weinig speelruimte heeft? Die afweging moet de komende weken worden gemaakt. Ja, maar goed.